Gele erwten. Een kansrijk eiwitgewas wat goed past binnen het GLB en ook zeker goed in te zetten is als rustgewas. In deze video vertel ik je meer over de voordelen van deze peulvrucht en geef ik je enkele teeltips. Waarom gele erwten? Gele erwten hebben, naast dat het een vlinderbloemig gewas is, het voordeel dat ze vroegruimend zijn. We kennen enkele vroegruimende gewassen zoals wintergerst. Daarna kun je bijvoorbeeld heel goed een tagete zaaien. Dit is ook heel goed mogelijk bij een ertenteelt. Erwten zijn ook medio juli tot begin augustus rijp. En dat is een ideaal moment om tagetes toe te passen. We zien toch een probleem ontstaan rondom penetrans. En met een tagetesteelt kun je die goed onder controle houden. Gele erwten is een peulvrucht dat weinig input vraagt. Kan zichzelf voorzien in stikstof, omdat het vlinderbloemig gewas is. Vraagt weinig chemie. Is oogzeker en ook op de lichtere zandgronden is het een gewas wat goed toepasbaar is, omdat die vroeg bloeit. Dus een vroege bloei heb je dan minder last van de zomerdroogte. Dus ook op de lichtere gronden is het goed toepasbaar. Gele erwten kun je op verschillende manieren toepassen. Je kunt zeggen van ik ga hem als gele plantsilage samen met gerst inzaaien voor de veehouderij. Of je gaat hem als droog te oogsten ert inzetten. Kan zowel naar de veevoerkant, maar er zijn ook afzetmogelijkheden in de humane consumptie. Als je praat over de voederwaardekwaliteit van droog te oogsten erten, die bevatten ongeveer rond 40% zetmeel, 400 tot 450 gram zetmeel en tussen de 18 en de 25% eiwit. Dus het is zowel een zetmeelgewas als een eiwitgewas. En daarin hebben wij twee verschillende rassen, onze Tiberius en de LG Corvette. Een nieuw ras aanbevolen en die voor een goede opbrengst kan zorgen. En dan moet je toch rekenen tussen de 4 en de 6 ton opbrengst per hectare, wat prima haalbaar is met deze teelt. Wilt u nu meer weten over de teelt van gele erwten? Kijk dan op onze website lgseeds.nl of neem contact op met een van onze teeltspecialisten.